Cyclocross is een sport die eigenlijk geboren werd in Frankrijk, waar een jonge soldaat besliste om per fiets door de bossen te rijden in plaats van te paard, zoals zijn generaal. En vandaag, per auto, kondigen wij het WK Cyclocross aan hier in Kokzijde. De wereldkampioenschappen vinden voor de 7e keer plaats in België, voor de 2e keer hier in Kokzijde. Er wordt druk afgeteld naar 28 en 29 januari, want de hele ploeg staat er klaar voor. Bij grote evenementen heb je altijd twee problemen. Er is file naar het evenement en het kost je heel wat tijd om parking te vinden. Nu, het openbaar vervoer is dan ideaal en die dagen nog idealer. Inderdaad, het openbaar vervoer heeft zijn beste beentje voorgezet voor dit evenement. De lijn zorgt voor all-in tickets, dus waar je dus ook met tram en bus naar het parcours kan. En een toegangsticket. En een toegangsticket, inbegrepen, ja. En ook de NMBS doet dat, dus met een ook all-in ticket, waar je dus eigenlijk vanuit station Veurne en Kokzijde ook via een pendelbus naar het parcours kan en dus gratis. Het is een speciale B-dagtrip eigenlijk. Ja, B-dagtrip ticket, ja. Uh-huh. Er zijn ook extra treinen? Er zijn ook extra treinen, dus vanuit Antwerpen en uit Hasselt, omdat daar, laten we zeggen, de grote pionnen wonen in die streek. En dus er worden dus rechtstreekse treinen ingelegd, ook naar Kokzijde, om dus die mensen op een optimale wijze te bedienen. Op de website van het WK vind je alle informatie over het parcours, de renners. Er staan ook interviews met die renners op. Alles over het vervoer, de tickets en er is zelfs een simulatiefilmpje. Of je kunt ook het parcours verkennen hier bij de dienst toerisme via de simulator. Er worden hier trouwens allerlei gadgets te koop aangeboden, zoals deze kleine veldrijder. Dat is een USB-stick. Of je kunt er ook voor kiezen om er in full outfit te staan die twee dagen. Er zijn hier unieke wielertruitjes en wielertenukjes. Die kun je hier passen en hier ook kopen, ook via de website, net als de kaarten voor het WK zelf. En iedereen kijkt uit naar 28 en 29 januari. Ook de kinderen wilden in de voorbereiding op het WK een steentje bijdragen. Verschillende klassen ontwierpen hun vlag. Zo wapperen er straks 40 vlaggen aan de start om renners en hun supporters te verwelkomen. Tot het einde van de maand loopt hier in het cultureel centrum de tentoonstelling van Edelaren tot Kokzijde. Over 60 jaar wereldkampioenschappen in de veldritgeschiedenis. Van de eerste WK in 1957, in Edelaren was dat, dat is een deelgemeente van Oudenaarde, tot vandaag. Met een focus op de 11 Belgen die ooit de gouden medaille behaalden. Geen saaie geschiedenisles, maar een bonte verzameling aan foto's, verhalen en objecten. De Wereldbeker Cyclocross in december was alvast een verkenning van het parcours. Benieuwd wie er straks als eerste aankomt en wie in het zand bijt. Uitkijken dus naar 28 en 29 januari. Meer erover vind je op deze website.